presets, oftewel voorinstellingen. Je kan de instellingen die je hier maakt met de botmeters, kan je opslaan in presets, oftewel voorinstellingen. En daar zitten er al een aantal standaard in. En je kunt dus zien op welke preset dat het apparaat nu staat met het, door het ledje. Het ledje geeft het aan, het staat nu presets. En dan het ledje bij 1 brandt. Dus de eerste preset is actief. En als we dan luisteren, dan klinkt die zo. Dus je hebt het originele geluid en een herhalend geluid, dus de delay. Nou, als we dat dan bijvoorbeeld uit willen zetten, kunnen we met onze voet of met onze hand hierop drukken, zodat het ledje rood wordt. En dan hoor je het geluid zuiver. Er is geen herhalend geluid. Dus we gaan hem weer terug aanzetten natuurlijk. Nu is er een herhalend geluid. En als we nu een ander herhalend geluid willen, dan kunnen we dus hier op het pedaal drukken. Dus ik druk er 1 keer op. En dan gaat hij naar preset nummer 2. En dat klinkt zo. Dus die klinkt heel anders. En wat je ook kunt zien, is dat, het kan zijn dat hij hier verplaatst. Omdat hij dan een andere soort delay gebruikt. Dus laten we eens naar de volgende gaan, naar 3. Dan zie je dat hij hier is versprongen. Van diffuse naar slapback. En we zien ook dat dit ledje is veranderd. Dus die klinkt zo. En het is heel kort erop op het originele geluid. Laten we eens naar de volgende gaan. Even kijken of die verandert en of die verandert. Dus preset nummer 4. Deze is langzamer geworden. Die is verschoven naar sweeper. Maar ook de stand van de potmeters. Dat kan je dan niet zien, want dat doet hij natuurlijk niet fysiek. Maar in de software zijn de standen van de potmeters natuurlijk wel veranderd. Oké, dat is best een aparte herhaling. Dat heet ook sweeper, dus die geluid sleept een beetje. Dan laten we nog eentje verder gaan, dus naar preset 5. Preset 5 wordt aangeduid door 2, 3 en 4 tegelijkertijd te markeren. Nou, die ging heel lang door, dus ik heb hem even door de feedback dicht te draaien, heb ik hem even afgekapt, zeg maar. Dan hebben we nog preset nummer 6, 7 en 8. En dan gaat hij weer terug naar preset nummer 1, wat de tape delay was. Maar als je hem zelf anders instelt, dan kan je natuurlijk ook opslaan en de presets vervangen. En dat doe je door dit knopje hier. Dat zit een beetje verborgen in de behuizing. Door die ingedrukt te houden, kan je je instellingen die je zelf maakt opslaan in het apparaat. En als je de computer aansluit met de bijbehorende software, hier kan je de computer aansluiten via USB. Als je dan met de bijbehorende software het apparaat bekijkt, dan kan je daarin ook de presets bekijken en opslaan en aanpassen.